Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hadden we een beetje een slechte stem en slechte geluidskwaliteit. Maar mijn stem die doet het weer helemaal goed. Ik heb nou extra testen gedaan om heel eventjes te zorgen dat de microfoon niet te luid staat. En met dat gezegd hebben, denk ik dat wij eigenlijk maar heel weinig te doen hebben. En dat we maar gelijk naar Bowser toe gaan. Waarom ook niet? Dus Bowser? Bowser's Dark Matter Plant. Het is maar waar je zin hebt om daar een plant van te maken. Ik kan er ook weinig aan doen. Fly to this galaxy. Nou ja, het ziet er niet uit als een galaxy. Het ziet er meer als een afgehakte hoofd. Oké, nou, dat zal niet uit. Oké, dus natuurlijk moeten we Bowser weer gaan verslaan. Aangezien dat we Bowser Jr. in de vorige wereld hebben gedaan. En het is een beetje mixed opperie. Van dat je dus zeg maar, je moet Bowser Jr. verslaan om je Bowser weer verslaan. Om je Bowser Jr. weer verslaan. Om je weer Bowser verslaan. Of zoiets in die trend. Tenminste, zover dat ik erachter ben gekomen. In ieder geval, vandaag is het maandag. Dat wil dus natuurlijk zeggen dat het vandaag weer Nederlands voetbal is. Daar ga ik niet te veel tijd aan verspillen. Dat wil ook niet zeggen dat ik maar één aflevering doe in deze opnamesessie. Hoeveel dat ik er doe, dat weet ik niet echt precies. In ieder geval, dit level is helemaal gebaseerd op platforming. En als je dat zwarte zooi raakt, dan is het instant death. Zoals je dus nu ziet. Dit kan nogal problematisch gaan worden met Luigi. Leuk joh. Oké, nou, leuk om er nog even in ieder geval mee te beginnen. In ieder geval, mijn stem die doet het nou nog goed. Dus daarvoor dacht ik bij mij, laat ik nou maar een paar afleveringen alvast in advanced opnemen. En hier hebben we dus zeg maar het bekende Gravity Swap verhaaltje. Hier ga je dus zeg maar verschillende zwaartekrachtniveaus in. En daarmee kunnen we dus heel erg veel lol hebben. Oké, dus dan moet ik hier op gaan staan. Gelukkig zit hij geen Dark Matter. Ik loop gewoon hier naartoe. Volgens mij is de bedoeling dat ik daar netjes naartoe ga. Ik kan het die leven niet pakken. Maar ik denk dat ik wel deze sprong kan maken. Ik bedoel, screw die leven. Ik zeg screw die leven. Als ik zeg dat ik dat haal. Haal ik het waarschijnlijk niet. Oké. Ik doe daar max van mijn sprong. En nee, ik kan er ook niet op wall jumpen. Dang it. Dit spel haat mij. Moet ik echt er helemaal voor omgaan lopen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik moet zeggen dat dit best wel een beetje awkward besturen is, dit zo. Skills. Goed. Zonder enig oponthoud moeten we dus hier op springen. En moet ik hier zo blijven wachten. Tot we dus zeg maar bij dat plateau kunnen komen. Nou, hier heb je je leven. Moet ik dan toch een moeilijke route moeten gaan nemen? Is hier daar boven niks? Nee. Flame. Op zijn minst had er boven iets neergezet. Een beetje meer exploration value. Oké, hier hebben we dus Dark Matter Holes. Die zijn niet instant dead, maar die zorgen ervoor dat je dus zeg maar door de vloer heen valt. Dus op het moment dat je erin zou vallen, op het moment dat je dus zeg maar hier ziet. Dan val je dus zeg maar door de vloer. Dankjewel. Ik was niet aan het opletten waar ik stond. Dat is heel erg handig. Maar in ieder geval, als je daar dan zeg maar doorvalt, kom je gelijk in de Dark Matter terecht. En dan ga je dus hartstikke door. Voor de Final Fantasy spelers, ja, Dark Matter werd gebruikt, zeg maar, in het goede in Final Fantasy games. En dat kon je dan gebruiken, zeg maar, om een summon op te roepen, genaamd Odin. Nou weet ik zeker dat Odin niet in dit spel zit, maar wel zo'n zooi. Ik bedoel, van dit spel wordt dus, zeg maar, een summon diamant iets gemaakt om dus, zeg maar, Nee. Voor de mensen die het natuurlijk willen weten. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik wou iets zeggen, maar. Oké, dankjewel. Er zit er nog in. Oeh, nou weet ik weer wat ik wou zeggen. Voor de mensen die zich gaan vragen hoe het met de Q&A gaat. Met de Q&A gaat het op zich heel erg goed. De vragen zijn al ingesproken en alles. Dus alleen de antwoorden die moeten nog opgenomen worden. Wat waarschijnlijk morgen zal gaan gebeuren. Maar ik denk zelf, aangezien dat er best wel veel bewerkingsproces zit op de manier waarop dat ik de Q&A video wil maken. Ik denk dat de video pas een woensdag geüpload zou worden. Over een tijdstip weet ik nog niks, dus sorry daarvoor. Maar dan weten jullie in ieder geval dat dus, de video komt dus waarschijnlijk woensdag. En niet vandaag. Zullen jullie daarvan op de hoogte. Oké, dit is best wel dangerous, want we zien dus dat de zwaartekracht hier gaat swappen. Dus dan willen we hier gaan staan, zodat we hier dus veilig op blijven staan. Zodat de zwaartekracht
verandert. En nou zien we nog iets ergers, want nou zien we dus dat onze waterkracht naar boven toe gaat. Dus dan moeten we zo snel mogelijk hier overspringen. Zodat we dus zeg maar hier ondersteboven van kunnen raken. Om de matter nog een beetje erger te maken, haha, see what I did there. Dan zien we dus dat ons waterkracht nou weer die kant op gaat draaien. Waardoor dat we dus zo snel mogelijk in dit hoekje willen gaan staan, omdat we anders hier niet veilig staan. En dan moeten we hier opschieten, want dan zien we dus zeg maar daar tot die groene pijlen, tot daar de zwaartekracht naar de dark matter toe gaat. En dat is nogal dodelijk en daar willen we natuurlijk niet in vallen. Ik moet zeggen, ik vind dit een heel erg leuk level. Het is uitdagend, we hebben ook twee faals gehad. En nou hoor ik heel veel van jullie al zeggen van ja, maar Zelda Play 20 in Mario Galaxy 2 faalde je niet zoveel als in deze. Klopt! En dat heeft een reden. Ik vind Mario Galaxy 1 veel meer uitdagend dan Mario Galaxy 2. Omdat sommige levels en platforms, zeg maar, lastiger in elkaar gezet zijn. Thanks a lot! Ach, hou toch je mel. Oké, dus komen we hier bij Bowser's plateautje aan. En kijk eens wie er eventjes een partycrash komt wezen. Well, it's you! That's it, Luigi! I'm gonna stamp you into space bits! Het enige nadeel wat ik van de Mario Galaxy series vind is, elke keer als je tegen Bowser moet, Bowser Jr. die heeft elke keer tenminste nog een ander patroontje. Maar ondanks dat je elke keer zeg maar tegen Bowser moet, Bowser is elke keer hetzelfde. Ik bedoel, hij doet zijn ground pound, je moet er zorgen dat hij tegen zo'n blauw glas ding aanspringt. Dan moet je tegen hem aan spinnen en dan moet je nog een keer tegen hem aan springen en zo versla je hem eigenlijk. En dat vind ik jammer, ik bedoel, ik weet dat hij wel een paar extra moves heeft, maar ik vind het gewoon vervelend dat we het hebben gezegd van, we maken gewoon 300 keer zeg maar, of ja, we maken de hele tijd dezelfde baas en ik werd daar geraakt op een hele slechte manier, sorry. Oké, hier blijf ik eigenlijk opstaan. En nou doet hij dus spin, dat is dus zeg maar zijn nieuwe aanval, dat hij ook kan spinnen, wat leuk voor hem. En ik werd daar geraakt en hij werd daar geraakt, oké, prima. Hé hey Bowser, ja ren maar weg van me. Al moet ik zeggen, ik vind de muziek nog steeds gaaf. Ik vind de muziek echt een van de gaafste dingen van deze boss battles. Nou, slaan we nog een keer tegen zo'n soort flik tip flap. Ik ben boos, want ik ben Bowser! Ja, gaat hij weer zijn vuuraanval doen, heel erg. Sorry dat ik zo van geraakt word, maar ik moet echt weer wennen aan dat Luigi zo slipperig is. Zo, 5 stralen, doe maar duur. Ja, dan doe je je spinaanval. Heb jij ook een Luma onder je? Je hebt geen pet. Hoe kun je een spinaanval doen? Je hebt geen pet. Jij bent een valsspeler. Bowser, je speelt vals. Oh, waarschijnlijk the power of the Grand Star. Hé, hey, Bowser, je staart staat in de fik. Laat mij even helpen met hem te blussen. Bowser, je staart staat in de fik. Bowser. Staart staat nog steeds in de fik. Ik moet hem blussen voor je, queer. Oh, dubbele spinkracht. En daar was hij weer. Eigenlijk exact hetzelfde als de eerste keer dat we moesten battelen. Snee. Not bad, I guess. I chose the right guy to be my arch enemy. Minimimi. I just got beaten up, okay? I can actually make some mistakes here. At least you always put up a fight. But it's too bad for you, because my master plan is always complete, almost complete. Tough luck, Luigi. What's the point dan? Ik bedoel, dat slaat echt heel... Juist. Maar hoezo is Luigi zijn arch nemesis? Ik dacht dat Mario zijn arch nemesis, enemy, whatever was. Ik bedoel... Mis ik hier nou de punt? Je weet wel, punt, maar dan met de teder achter dat je de punt. Nee, oké, sorry. Als je een grap moet uitleggen, is het niet grappig of het is wel grappig, ik weet het niet, laat ik aan jullie over. Dus. Wij gaan samen met een Steffie. Yay! Boom. Kunnen we lachen dat al die loemers dan ook beginnen te spinnen? En alles begint te sparkelen en te shinen en alles is happy en vrolijk. Yay! En we kunnen dus nou naar het bovenste dek toe. Waar dus zeg maar weer een nieuwe dome op landt eigenlijk. Dus we hebben 67 sterren op dat moment. Galaxy is compleet. We hebben 18 muntjes gekregen en we hebben een paar starbits waar we heel erg blij mee zijn. We hebben een nieuwe galaxy. Eigenlijk hebben we alle galaxies. Dat zijn de 6. Maakt niet uit.
We have our source on the location of your special one. Please take a look at the circle by your feet. Het is echt één. That number represents the star power you need to reach the center of the universe. That number will decrease with each power star you recover. And when it reaches zero, the Comet Observatory will regain full power and fly as a starship again. And then we will be able to read the center of the universe. Nee, we hoeven nog niet te zeven. Dit is eigenlijk best wel een gimmick waar ik heel eventjes over wil praten, want op dit moment... The Comet Observatory has full power, now we can fly through the cosmos again! Dat wou ik dus zeggen, want nou springt hij op nul, zonder dat we een extra ster hebben gehaald. It's time, do you want to go to the location of your special one at the center of the universe? Wait. Please speak to me again when you are ready. Dan maak ik zelf light. Oké, okay, het probleem hiermee is... We hebben een mailtoad letter van... waarschijnlijk Luigi. Het probleem met dit is... We zijn verplicht om een keer de final boss te gaan verslaan... Voordat we dus zeg maar om 100% kunnen gaan halen. Dit doe ik offscreen. Dus de trendstar die daar tevoorschijn zal komen... Zal dus zeg maar in beeld in de let's play komen... Als een holografische ster omdat hij dan nog collect is. Dit is namelijk nodig om een paar sterren nog te unlocken die we dus nou op dit moment nog niet kunnen kijken. Maar zoals jullie zien is er hier een hele nieuwe dome waar ik deze opnamesessie nog heel eventjes op wil focussen. Dus between afleveringen zal ik ergens deze doen. Ik zal wel aangeven bij de nieuwe aflevering wanneer dat we dit gedaan hebben. Want er staat hier in één keer een compleet nieuw nummer van hoeveel sterren dat er nog te verzamelen zijn. Goed, met dat out of the way te hebben. Als ik me niet vergis, uit het hoofd heb je 60 sterren nodig om hem op nul te krijgen. Als ik het mis heb, dan kun je dat natuurlijk laten weten. Want ik zat te twijfelen tussen 50 en 60. Maar volgens mij was het ook echt 60. Maar ja, aangezien dat ik altijd eerst Power Stars ga halen die ik nog kan halen. Voordat ik naar de Final Boss ga, omdat ik alles 100% wil gaan halen. Gaan we eventjes met Toad praten. Here's a letter from Princess Peach. I remember me playing a rescue. We have no set going in. I need to address tomorrow. You're probably upset, Luigi. Hang in there. Princess Peach included 5 water mushrooms. Nee, die wil ik niet. Ik dacht dat dat een brief van Luigi zou zijn. Flame. Nou, aangezien dat we alleen maar Bowser hebben gedaan en nog niet echt een ster. En toch al ergens op de 11, 12 minuten zitten. Want ik ben vergeten mijn timer op pauze te zetten op het moment dat ik die cutouts had van die twee eerste paals die we hebben gehaald. Dus ik ben van plan om toch nog één sterretje te doen deze aflevering. Hoe kom ik boven? Kom ik boven? Ik wil nu graag toch naar boven toe. Dus laat me naar boven toe. En misschien ligt het aan mij, maar ik vind die ding eigenlijk een beetje lijken op een assist trophy van de Smash Games. Kan aan mij liggen. Don't give me my opinion. Don't kill me! Dankjewel. Goed. We have discovered an enemy base in the region. We can only hope they are not misusing the power of that poor Grand Star. Dus ja, hier heb je ook een Grand Star in zitten. En dat is dus zeg maar van Bowser Jr. Die zit dan daar. Maar aangezien dat ik dus zeg maar nog één leveltje wil doen, gaan we gelijk eventjes naar het vraagtekendoosje. En dan gaan we naar Bonefin Galaxy. Om te kijken wat voor ster dat we daar te pakken kunnen krijgen. Ja, lijkt me toch wel een leuke extra ster. Waarom ook niet? Dus, krijg je de ster. Oh, en voordat er iemand per ongeluk spoilers neerzet. Ja, ik weet het. De purple coin missies die zitten eraan te komen. En die komen pas tevoorschijn als je Bowser hebt verslagen, zover dat ik weet. Dus vandaar dat ik heb gezegd van... We wachten nog heel even met Bowser. Want deze opnamesessie... Ja, ik zit een beetje aan de krappe kant met tijd. Dus... En dan heb ik niet echt tijd om de fast forward en alles te gaan doen. Want ja, purple coin missies, sommige moet ik echt met fast forward. Want die zijn zo tedious en langdradig. Daar word je gewoon niet vrolijk van. Maar goed, wij hebben wie te verslaan. Jaws. Odom. Odom. Rom pom 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 pom. Oké, dus dit is Bonefish Boss. Ik noem hem gewoon Jaws. Wat we moeten doen bij Jaws is we moeten dus zeg maar een Koopa Shell zien te vinden. En dan moeten we tegen zijn litteken zwakke plek aanraken. Vind ik wel mooi dat ze hier bij deze dus zeg maar... wat zit hier? Wat zit hier? Wat zit hier? Ik wil weten wat hij zit. Een leven. Yay. Yay. Nou Luigi, je hebt een leven. Yay. This is the day Luigi finally got alive. Oké, dat was wel expect. Oké, als ik niet vergis moeten we hem gewoon tegen zijn... Ja, dan moeten we hem tegen zijn soda piep aangooien. En dan wordt hij een beetje boos. En volgens mij gaat hij ook naar minions roepen. Ja hoor, daar hebben ze minions. Wat leuk.
een beetje even rekening houden met mijn zuurstof. Want ik zie dat ik minder als... Ik zie dat ik minder als de helft nog heb. Dus ik denk dat de green shell ook wel werken. Weer die bosmuziek, hè. Volgens mij zit dezelfde bolletje. Gast, was dat toch raak? Ja, dat was een hit. Dus je hoeft hem nog niet eens op zijn litteken te raken. Ik dacht dat je hem op zijn litteken moet raken. Ik gooi een rood shell en ik gooi hem totaal mis. Ik hoop dat je er blij om bent. Hier. Ook al mis. Oké, weet je wat? Laten we stoppen met mis gooien. Auw. Oh boy. Hey, ik zie. Geef. Dank je. Gelijk ben ik weer op full health. Dat werkt in mijn voordeel. Die was hartstikke raak. Hoe vaak moet ik jou eigenlijk raken? Ik heb je al 3 keer geraakt, dus... Je wordt nog bozer. Je gooit nog meer van die visjes op me af. Ik hou niet van die visjes. Die visjes zijn lelijk. Die zijn eng. Ze hebben rode ogen. Daar krijg ik nachtmerries van. Oké. Tijd voor een schelp. Schild. Whatever. Hier, in je smakkes. Oh, ik gooi hem... Wat een chaos hier op het scherm zijn. Het lijkt wel Minecraft. Yo. Voor de mensen die het hebben gemist. Alex zit nog steeds in de Minecraft video's. Hij heeft alleen een andere skin en een ander YouTube kanaal. En dat andere YouTube kanaal dat heet Xella Creations. Dus Alex is nog steeds Alex. Nou ja, ik raakte hem en raakte mij. Willen jullie zo vriendelijk willen zijn? Alsjeblieft met me rust laten. Ik probeer alleen maar die hele grote jaws te verslaan. Ik weet dat het jullie papa is of iets. In die trend. Soort van. En shoot. Oh, shoot. Damn you. Ik wil de beest gewoon raken. Wat is er mis mee? Erbal. Geef mij nu een schild. Ja, alsjeblieft. Want dan kan ik gooien tegen zo'n bonefis aan, want die zit te klooien. Ik heb hem nu weer geraakt en dat vond hij niet echt leuk. Dus valt hij uit elkaar, hij zegt het maar, geef mij mijn ster vandaag. Hij shined daar zo mooi. Hij kijkt me nou nog niet aan, geef mij die ster. Hij is zo geel als een banaan. Ja, dat ruimt tenminste. Oké, waar is die ster? Waar is hij? Daar is hij. Hallo, sterretje. Mag ik jou pakken? Maar... Stom scheld. Scheld. Waarom zeg ik die altijd scheld? Het is schild, niet scheld. Wij schelden niet in één afleveringen. We zeggen alleen maar bami, hap, frikandel, uiskuiken, zakpatat en kroket. Drammels, en nog eens drammels. Ik wil gewoon die ster, dat zeg ik jullie. Ik wil die ster, dat is in mijn geniale brein ontsproken. Dat wij samen die ster gaan pakken. Oké, sorry. Dat moest gewoon eventjes. Maar goed, we hebben dus een extra ster. We zitten nu op 68 sterren. We hebben dus eventjes die vraagtekenblok gehaald. En in de vorige aflevering... In de volgende aflevering... Goh, dankjewel Nederlands. In de volgende aflevering gaan we dus een van de nieuwe galaxies hier onderzoeken... die we dus hier nou vrij hebben gespeeld. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties beneden. Want je kunt daar een leuke reactie achterlaten als je er nu tijd voor hebt. En het balkje, ja, laten we proberen hem weer blauw te krijgen. Jammer genoeg dat hij geen andere kleuren heeft. Ja, hij heeft één kleur, daar houden we niet van. Laten we gewoon proberen om hem blauw te krijgen. Luigi is overal dus ook blauw. Dus laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dank ik jullie voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Dank voor het kijken, jongens. Doei!